gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 9 oktober 2015. En het is nu 10 over 11. We zitten in de trein onderweg naar Amsterdam, want we gaan vandaag naar R5. Ik ben dus niet alleen, ik ben met Jens hier. En ze eet haar broodje. Er zit tomaat op mijn mozzarella. Ik haat tomaat. Ines haat tomaat. Ik hou van tomaten, okay, tomatenketchup, maar ik haat van tomaten. Ik heb Lipton gehaald en ik heb broodjes gehaald voor mezelf om te eten straks. Omdat ik wel moet eten. We zijn hier bij Schiedam Centrum. We zitten echt net in de trein. 3 minuten of zo. En kijk, zo ziet Schiedam eruit. Dus, ja. Ik ga even een Snapchat plaatsen. En dan zie ik jullie zo weer. Vrienden van mensen heeft vandaag haar album uitgebracht. En Ines heeft hem al. Wacht. Ik moet wachten tot het gevijf wordt. Nou, we zijn dus nu in Amsterdam. En Amsterdam! Hoe Ariana Grande dat zou zeggen. We lopen dus nu naar het centrum om heel even... Ik ruik naar pis. Oh ja, echt hoor. Het is super lekker weer. Ik heb mijn winterjas aan. Ik doe even zo. Ik heb mijn winterjas aangedaan, omdat ik dacht dat het mega koud zou worden. Oh, waar is die? Oh, Ines loopt achter me. Kijk, zo ziet Amsterdam eruit. Jee, super lekker weer. Super, I love dit weertje. We gaan nu naar het centrum lopen. Dan gaan we daar even nog wat eten kopen. En vanavond hebben we het concert in de Melkweg. Dus dat wordt ook super nice. Heb jij nog wat te zeggen in... Ik heb zin in het concert. Ze heeft zin in het concert. En ik moet uitkijken voor de paal. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben nu in Forever 21. En ik heb als eerste dit ding aan. Deze sweater. Hij zit heerlijk. Met van die touwtjes hier. En de achterkant. Oh, even zo. De achterkant ziet er zeg maar zo uit. Hij valt lekker los. En heeft gewoon een zak hier. Super nice. Ik ga even kijken, want volgens mij vind ik hem wel heel erg leuk. Als ik hem niet neem, krijg ik spijt. Dus ik weet het nog niet. Nou, op naar de volgende. Dus deze sweater en deze met een ding erop. Dus jullie zien zometeen wat ik heb gekocht. Maar ik laat natuurlijk ook die andere dingen. Staat hier Tokyo op. Ik vind hem niet echt heel erg leuk. Want hij mag me echt niet. Dus deze hoort het ook niet. Ik zit nu nog heel erg te twijfelen over deze. Dat zit ik echt zo erg te twijfelen. Geen idee. Dus nu ga ik deze wassen. Ik vind niet fijn, die heb ik niet aan. Ik vind hem nou niet echt wat leuk zo. Maar ik denk dat ik die trui wel neem, omdat ik er toch anders eten en drinken van ga kopen. Weet je, en dan vind ik het beter, dan heb ik iets gekocht qua trui of zo. Weet je, kan ik wel beter kopen dan eten, zeg maar. Want ik heb nog een broodje, mijn tas en wat drinken, dus eigenlijk kom ik wel de dag door. Maar... zometeen ook naar Marks & Spencer om mijn brownies te halen. Dus daar heb ik 20 euro uitgegeven, denk ik. Ja, weet je, fuck it, ik doe het gewoon klaar. Mooi, hè? Cynic. Dat is toch echt best. Mark heeft ook zo'n hele lange televisie. Zie je dat? Ja, ja. Oké, vertel nog een keer, wat heb je gekocht? Oké, vertel me kijkers, wat heb je gekocht bij de Forever 21? Naar de Forever 21 geweest. En dat was het. En dan heb je de outfit, zoals in deze. Dat zie je toch wel. Dat is wel stil. Daarom wil je hem hebben. Ja, leuk. Ik heb er doof op. Hij valt best kort. Het is wel een t-shirtje alleen, maar ik denk als je een t-shirtje eronder doet dat... Dat je het niet ziet. ...niet koud hebt. 24 euro. Dat zie je niet hoor. 24 euro. En... een chocomel.
Just say it. Spiegeltje in Venetië. Want je moet met 10 kinderen of 16 kinderen in één kamer. En ik denk dat er dan een beetje gevecht wordt tussen de spiegel. Moet iedereen natuurlijk bij de spiegel op staan. En dan heb ik like, damn, ik heb lekker schoen. En jij maakt hem ook wel. En niemand mag hem lenen. Niemand mag hem lenen. Ja, oké, maar voor jou. Ik dacht dat jij het wel weet. Dat is een week geleden of zo. Ik zat dus met een vriend te chillen en niks op een gegeven moment van... Zie je? Ja. Ik maak zo'n opmerking waar je van heel makkelijk doen kan. En ik heb niks gekocht. Ben ik scherp? Nee. Ja. Nee. Zijn maar scherp. Niemand is zeggen zo. Maar niet uitgegeven. Ja? Nee. Ja, wat nou? Als je me niet scherp moet stellen. Oké. Okay, ik heb niks gekocht bij de Forever 21. Oh, je hebt Ja, ik hoorde het. Ik heb niks gekocht omdat ik geen geld voor nodig had. Maar ik ga binnenkort. Oh, als we naar Fifth Harmony gaan, ga ik die trui kopen. Als die er is. Nee. Ines is heel irritant. Oké, doei. Het is nu bij Laplace en we hebben. Ik heb een sushi en een patatje met kipsaté voor maar 3,95. We zijn net naar de Marks en Spencer daar geweest. En Ines die is ook heerlijk aan het eten. Wat heeft Ines? Die heeft precies hetzelfde als mij, maar dan heeft zij een citroen limonade. Dus dit gaan we lekker opeten. We zijn binnen en we staan hier best wel heel goed. We staan hier zo. Dit is de zaal. Kijk, dit is de zaal. En hier is het podium. En ik ben met haar. Hoe heet jij ook alweer? Bo. Bo en ik ben met? Lotte. Lotte? Ja. Oh, Bo en Lotte. En we staan heel goed. We kunnen gewoon alles zien. Dus ik probeer gewoon alles vast te leggen wat ik zie op het podium. En tot zo bij het concert. Ik heb 13 tweets. Maar zijn nu het podium aan het opbouwen voor R5. En dat gebeurt hier. En iedereen is daar. En hier zien we. En ja. Het is gewoon super leuk. Oh. Het is gewoon super leuk. En ja. We gaan nu door met R5. Say it now, we'll be alright. Sing it!
You want more music tonight? You want to party a little bit? All right, one. Music, baby.
ever seen us ever. All right. Thanks for the balloons, by the way. You guys want another song? So good when you say my name. All that I want from you is to feel the same. Staircase party happening right here. Right there. That's awesome. So, we'd like to thank you all very, very much for coming tonight. It is absolutely insane that we come to Amsterdam and have this many people show up to listen to our music. So, we really, really appreciate it. With that being said, can we keep playing? Excellent. All right, we're gonna play another new song from our new album. But we're gonna have you guys start the song. We need you to start it. You think you can do that? Perfect. Follow Ross. All right. Everybody stop if you like it. Running naked through your street, get your section.